Chris Heimers, van harte gefeliciteerd. Verdiende overwinning. Alleen de tweede periode, het laatste gedeelte had je het moeilijk. Ja, de eerste periode was het heer en meester. Alleen dan denk je, even kritisch zijn, te weinig goals. Ja, maar dat ligt ook aan het feit dat Heerenveen een hele goede keeper, heeft. Vonden ons heel goed agressief naar de goal in de eerste periode, waardoor we ook onze kansen kregen. Maar ik denk dat met name de laatste 6-7 minuten in de tweede periode, waarin we eigenlijk Heerenveen terug in de wedstrijd laten. Nou is het ook, natuurlijk ook heel moeilijk om 60 minuten lang dat niveau vast te houden, maar daar maken ze ook goed gebruik van. En dan blijft het spannend. En dan wordt het weer spannend nadat ze 3-2 maken. Maar ik denk, zoals je zegt, zeker een verdiende winnaar. Absoluut. Absoluut. Je mist Ernesto in de verdediging. En Stees, die zag ik voorbij trekken benen. Ik zei nog steeds. Hij zei, was het plan? Kwam het wel tot uiting wat je van tevoren bedacht had? Ja, kijk. Ernesto en Stees, het zijn, ik wil bijna zeggen, twee vrienden van me. Dus vorige week ook Stees nog geblesseerd raakte. Ja, werd ik eigenlijk gewoon oprecht verdrietig. Want Stees is eigenlijk onze identiteit. Het is misschien niet altijd even mooi, maar het is altijd er vol voor gaan. Maar we hebben gewoon een brede selectie, zeker aanvallend. Kunnen we gewoon met 10 hebben we 10 jongens van Benelink niveau plus 2 jonge jongens en daarmee gaf het ons mogelijkheden om de lijnen weer iets anders neer te zetten. Ja, we hebben de hele week gesproken over eigenlijk een aantal dingen die we moeten aanpassen tegen Heerenveen. En dat pakte eigenlijk ook gewoon heel goed uit en we begonnen goed, we voerden onze taken goed uit. En daarmee hebben we denk ik wel de toon gezet voor de rest van de wedstrijd en om uiteindelijk ook succesvol te zijn. Het was een heel andere wedstrijd als zeg maar een maand geleden toen jullie 2-4 verloren. Nou ja, maar dat heb ik toen ook gezegd. Kijk, daar heeft Heerenveen geen boodschap aan. Hè? Nee. Toen kwam er van een week COVID met 9 gevallen. En volgens mij hebben we toen ook gezegd, toen waren we compleet, maar verre van fit. Ja. En we hebben gewoon geen... we hebben gewoon geen vaste lijn dit seizoen. Het is bij ons een beetje hort en stoten met twee keer een COVID-situatie. En dan ben je eigenlijk weer aan het spelen. Dan valt er weer een weekend uit. We hebben vandaag gewoon weer karakter getoond en op een heise manier gewonnen. Absoluut. Laatste vraag. Ik zat natuurlijk bij de media dit keer. We zaten daar te debatteren over wie man of the match. Nou, Joey, dat is makkelijk. 2 goals en assist. Het tweede man vonden wij Brad, want die hield jullie wel op de been in die tweede periode. Ben je dat mee eens? Of? Ik denk dat succes altijd begint met een goede keeper. En dat heb je vandaag gezien bij beide teams. Ja, allebei. Ja, absoluut. En dat is de basis. Dan maar even een tip. Mocht je ooit het coachvak in willen, begin met een goede keeper. En dat zijn wel de saves die je nodig hebt op het moment dat je onder druk staat. En dat heeft hij... dat heeft hij gewoon fantastisch gedaan. Maar ik denk, ik snap dat het erbij hoort. Maar het is natuurlijk ook zo dat je met een individuele prijs eigenlijk de aandacht afleidt van de teamprijs. Ja. En we zitten nu wel in een fase waar dat om gaat. En als team hebben we verdiend gewonnen. De eerste prijs is binnen, nog 2 te gaan. Zoals mijn captain in een interview zei, je kunt hem maar binnen hebben. Ja, sorry. En dit is goed voor de sfeer, voor het momentum. En laten we hierop verder bouwen. Volgende week zondag denk ik weer, hè? Ja, waarschijnlijk. Eerst vrijdag. Ja. En dus laten we het ook gewoon stap voor stap doen. Ik zou niet graag over zondag willen spreken zonder... Zonder vrijdag. Zonder, ik vind dat, ja, dat geeft geen respect ook aan de tegenstander. Mee eens? Dan zeg ik tot vrijdag. Tot vrijdag.